Mijn moeder die had al een wasmachine vroeger. Een echte, grote, ezelne, kruis wasmachine, Weet je? Mooie gegalvaniseerde bak. En in een van die gegalvaniseerde bak zat een gegalvaniseerde trommel. En daar werd een gegalvaniseerde bak overheen. En dan uh, zat een vriesje onder. En dan mooi dat water dan de koks in te krijgen. Ja. En uh, dus er woont water in daar, de wusken erin daar, de zeepen erin doen. En dan kan het water kokken, dan moet je draaien. Vierkaraffen jokkel, 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 jokkel. En dan werd vierkaraffen jokkel, 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 jokkel. Het was precies hetzelfde systeem als tegenwoordig de volautomatische wasmachines. Alleen de volautomatische moet je zelf doen. En dat was natuurlijk een prachtig werk van een jongen van 14 jaar die net van school af is. En zodoende mocht ik, toen ik net van school af was, mocht moeder moeder smonders helpen wasken. Dan mocht ik er water in doen. En die modder deed in die trommen de wustkring en zeepen. En dan mocht ik zien als ik het water aan de kok kreeg. En als het kokken dan mocht ik draaien. Dus dan jokkel, 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 jokkel. En dan wij jokkel, 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 jokkel. En dan wij jokkel, jokkel, jokkel. Gelukkig maar, je is jongen enthousiast van worden. He? <laughs> ja. En toen las ik al net zo heel als snel. Nou, en dan nam ik stiekem een beuksgemet. Daar ik stiekem mijn beukje met. Mijn moeder zei, dat hoef je nog niet te lezen. Dan ben je nog te jong voor. Hm? Maar ik had toch stiekem meegenomen. En in de tijd dat ik dus jokkel, 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 jokkel deed, had ik een beukje bovenop de wasmachine leg. En dan las ik het verhaal van Mintje Krol. Mintje Krol was de oudste dochter van de veenarbeider Jan Krol. En die woonde in het veenarbeidershuisje aan de Veenweg. Hm. Ja. En Jan zat niet alleen in het in het te, te kroelen, maar wie er ook nog van het hele hoes van de gummer. En er was Mintje dan de olste van. En op een gegeven moment kwam er s'avonds een rijtuig voorrijden, en wie komt de roet, mevrouw van Wemeldingen. Mevrouw van Wemeldingen was de vrouw van de notaris. En mevrouw van Wemeldingen had een vriendin in Amsterdam, mevrouw Harrix Maat toesloten. En mevrouw Harriksmaat toesloten, die wil graag een dienstmeisje van het platteland. Ja. En dat leek er nog net iets van Mintje. Moet we even stil in de kakken. zeggen: maar Mintje, ik ga niet naar Amsterdam, Ik ga niet naar Amsterdam, ook niet, hè? Mogen ze ook beter naar Wieser en ze die aan naar Amsterdam? Nee, ik, niks ervan. Weet? Mijn vader die begon te donderen en te bliksem en die sloeg met de voeten op tafel. Verrijd in het werk. Ik heb zat. Hup! Nou, hij doet het morgens. Zit Mintje met de kaffeken op Amsterdam aan. En het Centraal Station wordt ze afgehaald door de reeds bejaarde dienstbode. Lauw op maar aan weet je dat is net zo makkelijk. Ja. En die nemen dan met naar het grachtnoes. En in het zoeterijn, daar is de kakkenen. En er wordt ze helemaal precies leg wat er allemaal gebeurd wordt en zo. En reeds ten eerste avond mocht zij het diner opdienen. En dan komt ze binnen en dan zit een meneer en mevrouw Harrik toe toesloten. En dan zegt meneer Harriksmaartoe Sloten, Ai, 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 wat zijn er nog mooie meisjes op het platteland. En hij neept haar in de wangen. Ja, ja deftige leu die kniepen niet, maar die neept het. He? Ja, zie. En uh, mevrouw van Harriksmaartoe Sloten die is secuur kuur over hen, wat, wat de holm, daar wel drie corsetten. Weet niet, die kikken hem wel lelijk aan en de rest slukken maar in. Hm? Maar wat bleek het nou het geval? Het echtpaar Hareks Maatso Sloot heeft een zoon Karel. En Karel studeert in Leiden. En uh, in de studentensociëteit de Minerva, is het bier een beetje duur. En uh, zodoende kun je Karel elke keer eens naar huis en uh, zeggen: val, val, heb je nog een beetje een ik heb geen je had weer, Vallen, het begint te voetelen. Maar hij doet niet langer zeggen. Uh, nou ja, ik ben ook jong geweest. En dan kreeg je hondengulp. Hm? Maar weet je wat het geval is? Karel vindt Mientje ook leuk. Ja, heel leuk zelfs. En die begint ook te nijpen. Ja, en die vindt alle andere leuke plekjes die, die nodig genepen moeten worden. Ja, en het gekke nog, die begint ook te aaien. ook. Ja. Dan kun je wel denken: dat gaat niet goed, hè? Dat gaat nooit goed. Nee, dat gaat niet goed. En dan wil ik het geval: s'avonds komt Mientje een keer binnen, en legt Karel op de divan. En dan trekt hij haar op de divan, en toen ging hij haar bezitten. Ik had zo'n vaag idee wat ze me bedoelen. Maar het gekke was, ze ging de billen. <laughs> en die waren naar mijn andere en, en kroel, en dan komt mevrouw Harik toe sloten binnen en zegt: Karel, vreedt, ga naar je vader. En Karel, als de gesmeerde bliksem met de kamer noet en Mintje kreeg ongenadig wat er de binnen. Verschrikkelijk. Mevrouw kan niet dulden, dat vond ik zo'n mooi woord. Hè? Mevrouw kan niet dulden dat haar zoon wordt verleid door de dienstbode, Jo. En de mietje wordt de deur verwezen. op, erop, de hem erop, onmiddellijk, dadelijk en noodrek. En mietje met kaffer, weg. En dan dwalen ze door langs de gracht, en het reen, de reek de en De windhuur langs de huizen, en mietje is één brokkelende. Ze heeft geen gele noes, gewoon, ze weet niet wat ze moet. Huh? En dan komt ze een leuke mevrouw tegen. En mevrouw, die spreekt er aan, en die pret met haar en die vertelt ze alles. Maar dan zegt mevrouw, ga jij maar eens fijn met mij mee. Ja. En dan komt Zenoes en zegt: We drinken eerst maar eens een borreltje en, en dan ga je eerst maar eens lekker slapen. Ja, dat eerste. Daar zit ook iets in. Is echt echt. Eerst lekker slapen. En wat bleek nog het geval? Een ander nauwen mevrouw een leuke meneer, die jammer heel kort bij Mintje wil kroepen. Nog dichter bij Joost als Karel. En dan kreeg mevrouw een tientje voor. En dan kreeg mientje een reeks daalde van met. Ja. En dan nog een al twee. Leuke meneer die kot bij mientje wil kroepen. En dan krijgt ze twee tientjes en mintjes krijgt twee alles. Nou in een tijd van niks dan bloeit de zaak. Er komen allemaal leuke kerels en leuke meneer die komt bij mientje wil kroepen. Mintje krijgt alles maar alles van mevrouw en mevrouw tientjes. Hè? En dan ineens, oh gud, oh goed. Dus mintje in gezegende omstandigheden. Ja, Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ze is wel in omstandigheden, maar de gezegende kan er rustig afloren. Maar mevrouw, mag u niet naar, ik heb nog wel een vriendin en die zal allemaal wel even. Blablabla. Nou, Mientje is inmiddels een merkelijk geworden en ze zegt: zeg aan mijn lijf, mijn geen Polonaise. En Mintje pakt de koffertje in en Mintje gaat weer weg. En dan zei je in het verhaal een, een spatie van vier, vier regelen. En dan in een Mintje loopt op de veenweg het snee dat dampert. En in haar arm heeft ze een bundeltje met pril, wat prille geluidjes uitkomen. En dan gaat ze weer naar het veenarbeidershuisje. En dan is ze de klink op beurt. En nu gaat ze al het moeder zeggen, God dank, daar is ze. En dan gaat ze naar binnen. En moeder ontvangt haar vader, wil juist nog weer beginnen te donderen en te bliksemen. Maar moeder zegt, stil jij. Nou. En een bundeltje met de prille geluidjes, wat met een kruikje lekker in de binnensteen ligt. En moeder zet water op. Het water sunk zo mooi in de kerel. En dan gaan ze lekker met elkaar een koffie drinken. Oh, ik vond het prachtig, prachtig. Heel mooi. Maar het kan nog mooier. Want klinkt, vergeet de het klinken. En wie komt binnen? Willem, de oppassende zoon van de buurman. Ja. En in de bracht hij het uitvoerder binnen een groot aannemer. En ik komt er ook bij zitten. En ik kreeg ook koffie. En het duurt niet lang. Dan leggen ze in de hand, een mientje op de hand. Ik vond het prachtig. Ik word er helemaal kapot van. Heel mooi. Mooi verhaal. Een inschreeuw moeder, Hé! Hey! Dreien je eigenlijk nog wel? O, oh, bliksemhalen, dat was misschien. Ik weet niet het Ja. ja.